zal ik daar dan zitten? Of moet je zitten? Dat ik al meenemen. Een lunchpakket. Ja. Welkom allemaal, welkom. Meneer Janssens, u gaat ons eerst trakteren op een korte maar krachtige PowerPoint-presentatie. U gaat ons enkele slides tonen met belangrijke informatie waar we vervolgens dan over kunnen debatteren. Ik geef daarom eerst aan u het podium en het woord. Dank u wel. Ik zal dat zo krachtig mogelijk proberen te doen. We hebben dus bij Tetion een enquête afgenomen bij 320 bedrijven en gepeild naar de mate waarin dat ze een participatief bedrijf zijn. Wat organisatorische participatie betreft, valt het op dat in 85% van die bedrijven medewerkers hun werk zelf mee kunnen organiseren. Wat betreft het werken met autonome zelfsturende teams gaat het over een percentage van 60% en dan 42% voor medewerkers die hun leidinggevende evalueren. Nu, die organisatorische participatie heeft wel positieve effecten op een aantal elementen, zoals bijvoorbeeld het creëren van een geest van samenwerking. In 78% van de gevallen is er een verbetering in die bedrijven vast te stellen van die samenwerkingsgeest. Ook motivatie, betrokkenheid, stimuleren creativiteit enzovoort, ook eigenaarscultuur creëren, daarop ook een verbeterend effect. Het volgende punt is dan, ja, wat zijn eventueel financiële beweegredenen om participatief te ondernemen? Heel veel bedrijven, dus 58%, geeft aan dat het gaat ook over efficiëntie en productiviteitswinsten die nagestreefd worden. Men ziet het ook vaak als een vorm van variabele verloning, net nog ook gehoord bij Parco. Maar ook winst maken is zeker een doelstelling waar dat men zich kan focussen. De vraag is dan, ja, hoeveel bedrijven of in hoeveel bedrijven kunnen werknemers in feite delen in de resultaten van de groep of van het bedrijf? En is dat ook bijna de helft van de bedrijven? Dat is vrij veel, hoewel we daar een kanttekening moeten bij maken als we dan gaan kijken hoe dat die resultaten... die resultaatsdeling plaatsvindt, is dat vooral door een bonussysteem. Ook door opties. Winstparticipatie toch ook 12%, aandelenparticipatie minder. De vraag is dan, hoe vertaalt zich dat in het gebruik van wettelijke stelsels? Hè? Misschien dat niet iedereen hiermee vertrouwd is, maar eigenlijk zijn er in België een aantal wettelijke stelsels waar bedrijven gebruik kunnen van maken om participatie in te voeren. En de belangrijkste zou moeten zijn de participatiewet, de voorlaatste, maar die is maar door 5%, of wordt maar door 5% gebruikt, heel weinig. Ook kapitaalverhogingen die gereserveerd worden voor het personeel, daar is ook een regeling voor, 1% slechts. De monoribus heeft dan te maken met de fiscale voordelen, eventueel als men intekent op kapitaal van een bedrijf, ook slechts maar 6%. Optiewet 23 is meer gebruikt en uiteraard door de bonussen, de CAO 90, die zeer goed gekend is en vaak gebruikt wordt. Wat kunnen we dan eventueel doen om participatie meer te stimuleren? Wel, bedrijven vragen toch wel in eerste instantie, dat is ook merkwaardig, voor een cultuurverandering in de bedrijven zelf, maar ook uiteraard fiscale stimuli, of toch tenminste een betere behandeling van de fiscaliteit rond winst- en kapitaalparticipatie, verbeteren van het wettelijk kader, en uiteraard ook expertise en ervaringsuitwisseling, iets wat dan misschien voor ons kan interessant zijn als organisatie. Goed. Ja. Dank u wel. Mevrouw Koolman, ik kom eerst bij u. Kunt u even, u bent hoofd van het Wit-Gele Kruis in Oost-Vlaanderen. Ja. Kunt u even kort uw organisatie typeren en vertellen hoe u met die participatie werkt? Moest u het niet weten, wij doen aan thuisverpleging. Wellicht niet een sector waar u thuis in bent. Maar participatief ondernemen, op zich is het voor mijzelf altijd wel een evidentie geweest. Maar hoe passen wij het toe bij ons? Het start eigenlijk bij het zelf mogen denken, het zelf mogen doen, maar vooral ook zelf mogen beslissingen nemen, tot op het laatste niveau, om het oneerbiedig te zeggen, in de organisatie, en daar een vol mandaat voor krijgen. Dat betekent dat er wel mensen zijn die gaan omringen, maar die geen beslissingen in hun plaats nemen. Die verantwoordelijkheden blijven we eigenlijk bij de uitvoerders leggen. Een voorbeeld? Bijvoorbeeld onze verpleegkundigen, die verantwoorden zichzelf over hun resultaten. Niet de teamcoach.
Vroeger was het zo dat de hoofdverpleegkundige moest rapporteren aan de directeur hoe is het gesteld met onze resultaten, zowel op kwalitatief als financieel vlak. Nu zijn het de basisverpleegkundigen die dat doen. Dat maakt een wereld van verschil. En het begint al bij uw existentiële vraag. Als je een visieoefening, een strategische oefening waaraan verwezen werd, maakt als organisatie, dan laat je de mensen dat doen. En dan ga je dat niet vanuit een ivoren toren doen. Want wat is er krachtiger dan weten wat je betekent in het leven? En mensen willen heel bewust leven en ook heel bewust in hun job staan. En daar vertrekt alles. Werkte dat vroeger anders bij het Wit-Gele Kruis? Is het iets dat u hebt geïntroduceerd? En wat heeft die verandering dan betekend voor de organisatie? Ik moet tot mijn spijt zeggen dat we van heel ver kwamen op dat vlak. We waren een zeer bureaucratische, zeer hiërarchische organisatie. Het feit dat we dus een aantal hiërarchische lagen ervan tussen gehaald hebben en een heel andere cultuur. Dus je kunt met minder personeel werken? Wij kunnen meer patiënten met dezelfde medewerkers bedienen. Ik kan het ook omgekeerd zeggen, maar in onze sector hebben we veel handen nodig. En inderdaad, in het begin vragen mensen zich af van ja, dat gaat toch afbreuk doen aan de kwaliteit en dat gaat niet zo goed gemanaged worden. De feiten leren ons dat we zeer hard aan het groeien zijn, veel harder dan dat we zelf geraamd hadden. Omdat patiënten voelen dat onze verpleegkundigen bezig zijn met hen helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Mm-hmm. Want daar gaat het over. Het gaat niet over verpleegkundige prestaties, maar het gaat over kwaliteit van leven verbeteren. Onze doorverwijzers die kunnen kort afspraken maken met onze verpleegkundigen. Dat hoeft geen hele hiërarchie te passeren. Mm-hmm. En daardoor beginnen ze opnieuw naar ons door te verwijzen. En ook de medewerkers die worden zo krachtig, hun draagkracht is zo gestegen. Zij hebben geleerd dat hulp vragen aan een collega, dat eigenlijk getuigt van kracht. Ze ervaren ook hoe betekenisvol ze zijn. En zij durven stellingen innemen, naar gelijk wie in de organisatie, ook naar mij. Dat is normaal geworden in onze organisatie. En ik denk dat dat iets is waar we met z'n allen eigenlijk naar trachten. Want we mogen heel lang werken, binnenkort. Ja. Nee, Vernier, is dat iets wat u herkent, dat er in sommige bedrijven te veel middenkader zit, bij wijze van spreken? Dat er uitgehaald kan worden en dat de werkvloer gedynamiseerd kan worden op een heel andere manier? Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat zeker het geval is. Mm-hmm. Omdat dat... Er moet een andere cultuur komen, dus een middenkadercultuur. Ik denk dat er daar heel wat mensen zijn. Lars Collins sprak daar juist over de mindset. En de mindset zit dikwijls goed beneden, zit ook dikwijls goed helemaal bovenaan, omdat de mensen bovenaan ook wel weten over het grote beeld zien. Mm-hmm. En in het middenkader ziet iedereen dikwijls, of denkt iedereen dikwijls ook in vakjes, dus dat is de bedoeling, of het zou beter zijn. Vertel eens hoe je dat concreet aanpakt. Nu is dat heel concreet bij ons, want wij zijn vorig jaar gekocht geweest door een heel grote multinational die wel alles in vakjes deelt. Atlas Copco? Klopt. Ja. Bij ons, of bij Maas Compressoren, is dat in wezen bijna verboden om in vakjes te denken. Omdat, ik heb dat nooit iemand opgedrongen, maar er is altijd een risico dat zoiets in een bedrijf sluipt, omdat dat ergens een profileringsdrang met zijn meebrengt. En wat zijn vakjes? Wat is in vakjes denken? Ik zeg maar eens, bij ons, bij MCL's, en wij hebben service. Mm-hmm. Ja, en om een voorbeeld te geven, stel nu een machine is aan een vervanging toe, dan kun je twee dingen doen. Een nieuwe machine zetten of een machine reviseren. Dus het twee belangen, het twee partijen. Mm-hmm. En als die mensen niet samen denken, dan kan de klant twee offertes krijgen. Mm-hmm. En de klant is dan niet geholpen in feite. Mm-hmm. Dus de bedoeling is, hetgeen dat er vandaag al verteld werd, en ik denk dat jullie dat allemaal wel weten, het moet de bedoeling zijn mensen te helpen, klanten te helpen. Mm-hmm. En als je vanuit dat standpunt werkt, dan komt er met de beste oplossing naar de klant. Ja. Hoe zit het met financiële participatie? Is dat iets waar u mee geëxperimenteerd hebt of wat vrij? Wij hebben, voordat Atlas Copco het bedrijf heeft overgenomen, had ik een voorstel om een management buy-out te doen. Maar wij waren geen partij ten opzichte van de grote multinational. Dat is één reden. De tweede reden is ook omdat
De staf, dat zijn mensen die 45 plus zijn. Dat zijn zeker geen oude mensen. Maar die mensen hadden allemaal bepaalde zorgen. Bijvoorbeeld kinderen die naar school gaan. Of mensen die zeiden, mijn vrouw wilde een buitenverblijf in Spanje. Liever dan een aandeel in een bepaalde firma. Dus dat is afgesprongen in feite. Ah, ja. Is dat iets, dan kom ik even bij Geert Janssens. Is dat iets wat leeft bij werkgevers, bij de mensen in de zaal, zeg maar, het verlangen om hun werknemers meer financieel te laten participeren? Is dat een wens die leeft? Want dan komen we natuurlijk straks bij de minister en dan kunnen we hem vragen of hij ons bij wijze van primeur een nieuw fiscaal gunstregime wil voorstellen of wat dan ook. Maar ik vraag eerst, van, ja, hoe leeft dat? Vertolk eens wat er leeft in de zaal daarover. Wel, dat leeft heel sterk natuurlijk. Er is wel anderzijds ook een grote koudwatervrees, ook waar Colin naar verwezen heeft, dat mensen of bedrijfsleiders toch ook wel wat terughoudend zijn om zomaar... het is ook niet eenvoudig natuurlijk als bedrijf met kapitaal om dat morgen op te stellen voor een grote groep van medewerkers. Mm-hmm. Omdat we ook die cultuur niet hebben. We hebben die ervaring niet. We hebben in feite weinig voorbeelden ook waar we ons kunnen optrekken in België of in Vlaanderen. Die dat eigenlijk die cultuurverandering, want het komt eigenlijk ook in de enquête tot uiting, de cultuurverandering is toch wel iets wat men bovenaan zet, uiteraard ook de wettelijke enzovoort. Maar, dus het is heel iets dat leeft, maar men weet niet goed hoe dat men er moet aan beginnen. En is iets dat fiscaal moeilijk ligt? Of dat, Het is sowieso een feit dat onze wettelijke regeling vrij complex is, fiscaal ook niet zo gunstig is zoals in het buitenland. Men vraagt daar geen subsidies voor uiteraard, maar het is nogal zwaar. Het is ook niet zo dat we zouden eigenlijk moeten naar een situatie gaan waarin dat werknemers die aandeelhouder worden, behandeld worden als aandeelhouder en niet als loontrekkende. Mm-hmm. Het is vandaag niet hetzelfde. Wat betekent dat? Wat is maar dat men de fiscaliteit geen... Ah, zo op die manier, ja, fiscaal verhaal, ja. Dus, het is ook niet vandaag zo zwart-wit hoor, maar het is niet optimaal. En bedrijfsleiders zoeken kaders natuurlijk, businessmodellen. En dat is denk ik iets waar wij ook hen kunnen bij helpen. Participatief ondernemen is een businessmodel. En je ziet in het buitenland dat er ook wettelijke stelsels zijn die dat businessmodel gemakkelijker in de praktijk kunnen doen, laten opveren. En dat is denk ik waar we moeten naar streven. Zonder dat is een kwestie van dat op te leggen of dat op te dringen, maar dan ga je meer spontaan bedrijven krijgen die koudwatervrees gaan overwinnen. Mm-hmm. Meneer Peters, de bal ligt voor uw voeten en het electorale publiek zit in de zaal, dus... En er komt een teken... Van boven. Van boven. Ja. Wat kan een mens nog meer wensen eigenlijk? De puzzel is rond. Ja, ik zou in de verleiding komen om nu... Straffe uitspraken te doen, maar in uw partij mag dat niet, dat weten we. Nee, wij staan altijd met de twee voeten op de grond. Absoluut. En mijn voorzitter is hier, dus ik moet opletten. Ja, meneer Beke zit in de zaal, dus... Ja. Is hij uw baas? Zo voel ik dat niet aan. Nee, is hij een hij is een unbos eigenlijk. Wouter Beke als een echte unbos. Ik heb de kiespreker gemist. Ik heb de goochelaar wel meegemaakt. Ja. Maar ik heb alleen maar positieve commentaar over mijn voorzitter te geven. Ja. Mocht u daaraan twijfelen. Ja. Maar terug ter zake. Financiële werknemersparticipatie. Ja, ten eerste ben ik heel tevreden met de enquête die gehouden is, waar duidelijk, als ik het zo goed heb begrepen toch, wordt gezegd er is nood aan een mentaliteitswijziging, zowel bij de CEO's, bij de bazen als bij het personeel. En ik denk dat we daar in Vlaanderen nog wel een weg hebben af te leggen. Ten tweede heb ik begrepen dat de CEO nummer 90 echt het grote succes is. Dat is overlegd met de sociale partners, waar afgerond een goede €3.000 kan als bonus meegegeven worden. Maar ik wil toch nog wel een ander element meebrengen. Nog niet zo lang geleden is er ook een onderzoek gedaan waar zeker jonge werknemers niet geïnteresseerd zijn in het financiële, maar wel geïnteresseerd in bijkomende vakantiedagen. Dus het debat moet ook opengetrokken worden, omdat heel wat jonge mensen zeggen, goed, ik moet correct betaald worden, maar ik ben meer geïnteresseerd in niet-financiële elementen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vakantiedagen is daar één van. Dus in de mate dat wij als wetgever bijkomende elementen moeten aanreiken en als dat in het buitenland beter wordt georganiseerd, meer gestimuleerd, wil ik daar zeker naar kijken. Maar ik moet toch spijtig genoeg
voor de mensen hier aanwezig dat wij een zoektocht aan het doen zijn om 2,4 miljard te zoeken. Mm-hmm. En ik heb de goochelaar misschien nodig. en ik kan hem uitnodigen op de kern om niet dan van 20 euro 2 van 10 te maken, maar van 20, 2 van 50. Dan zijn we al wat verder. Nee, alle gekheid op een stokje. Dus ik denk ook dat we de ruimte moeten laten aan de ondernemingen, ook aan de sectoren. Ik denk dat er heel veel innovatie aanwezig is op die twee niveaus. En dat we ook met werkbaar werk eigenlijk zeggen, wij zijn niet geschikt, wij, de minister in eerste instantie, maar ook de wetgever niet, om de innovatie juist in te schatten. Geef dat aan de bedrijven, geef dat aan de sectoren. Want natuurlijk, een bedrijf zoals Barco met 400 ingenieurs is iets anders dan een bedrijf in de distributie waar veel deeltijdse mensen werken enzovoort. En dus dat is allemaal niet zo op één generale manier aan te pakken. Dus we moeten ook meer maatwerk toelaten waar dus CEO's kunnen op inspelen. Ik kom even via Geert Janssens straks terug bij de mensen uit het veld. Maar Jans, ja, is die financiële participatie is misschien niet echt, hoe zal ik het zeggen, de propositie van deze tijd? Want mensen willen misschien meer vrijheid, meer vakantie, ze willen andere dingen dan aandelen in dat bedrijf. Het een sluit het andere niet uit. En financiële participatie is maatwerk. Je hebt in het buitenland honderdduizenden verschillende vormen van manieren van participatie, zowel financieel als organisatorisch. Dus het is in feite geen kwestie van of, maar en. Ook voor bedrijven die turnaround willen maken, is het heel belangrijk dat ze een aantal fiscale, wettelijke kaders aangeboden krijgen die soepeler zijn dan wat we vandaag in België hebben. Mm-hmm. En daar gaat het om. En dan blijft het nog altijd maatwerk. Ook voor eender welk bedrijf moet je nog altijd nagaan. Ook niet alle werknemers staan te springen om vandaag of morgen winstparticipatie of aandelenparticipatie. Mm-hmm. Dus die cultuuromslag heeft tijd nodig. Dus en die cultuuromslag moet ook op alle niveaus zijn, zowel bij bedrijven, bedrijfsleiders, bij werknemers, maar ook bij vakbonden. En het is vandaag een probleem dat er vaak te veel in het sociaal overleg, en dat is ook een fout van werkgevers uiteraard, te veel de stellingen oorlog is of de tegenstrijdigheden opgezocht worden. Het is een symbiose die we zoeken tussen arbeid en kapitaal in een nieuw tijdperk, waar dat eigenlijk een nieuwe manier van ondernemen nodig is om ons in die disruptieve omgeving waarin we vandaag zitten te overleven. Ja, nee, alsjeblieft. Nee. Maar ik denk dat dat heel juist is, waar Karl Marx en anderen gezegd hebben, de ondernemer brengt kapitaal in en de werknemer zijn arbeid, zijn tijd. Dat is zeker voor bepaalde sectoren met high-skill werknemers voorbij. Dat zijn autonome werknemers die zeggen, ik ben geïnteresseerd in een project enzovoorts, maar niet jij... die het kapitaal inbrengt, die een gezagsverhouding heeft, werkgever en de werknemer, dat zijn terminologieën. Maar zitten de meerderheid van de mensen toch niet nog altijd in zo'n klassiek systeem van werknemer die een bepaalde inspanningsverbintenis heeft om gedurende bepaalde uren die en die taken uit te voeren? Wij worden constant met paradoxen geconfronteerd, ook in de politiek. Daar is een groep die zeker in die richting gaat van autonome werknemers, maar dan stelt je ook vast dat eigenlijk dat traditionele van ik zou graag van acht uur 's morgens tot vijf uur en onzekerheden enzovoorts, ik moet dat niet hebben. Mm-hmm. Dus er is ook een serieuze kracht, los van de vakbonden, om dat traditioneel model stand te behouden. Mm-hmm. En dat is ook iets zeer eigenaardigs. Dus hoe meer innovatie enzovoorts dat je op tafel legt, hoe groter eigenlijk die traditionele systemen overeind blijven. Ja. Meneer Vernier, hoe zijn uw ervaringen daar, onder meer in onderhandelingen met vakbonden en die willen? Wij zijn te klein voor vakbonden en ik vind dat super tof eigenlijk. Dus ik heb er heel last van. Maar ik denk dat er twee punten zijn die ter sprake komen. Ik heb er geen last van, dat verraadt een geen al te positieve ervaring met? Nee, ik zeg altijd tegen mijn mensen, we gaan groeien, maar als er 50 man is, ben ik weg. Maar goed... Maar tegen dan is er misschien al een andere manier van werken samen. Is dat gebaseerd op slechte ervaringen met... De ervaring die wij hebben, als er bijvoorbeeld een ontslag valt met vakbonden, heb ik niet echt... ik heb die mensen geen warm hart, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Maar goed, wat ik wilde vertellen, want we kunnen er waarschijnlijk nog 6 debatten over voeren, over de vakbonden. Mm-hmm.
dat het in eerste instantie belangrijk is dat iemand die een bedrijf leidt, zijn mensen enthousiasmeert. Mm-hmm. Los van het financiële, want bij mij vragen de mensen daar zelfs niet achter. Ja, dus het belangrijkste... Bedoel je, vragen daar zelfs? Ze vragen niet achter iets financieels of een participatie. Als ik mijn management bij mij roep en ik zeg, wat denken jullie van een opslag, dan zijn er zelfs echt waar, en dan is het misschien iets heel eigenaardigs, mensen die zeggen, wow, we gaan dat nu nog niet doen, wacht nog wat, we gaan eerst nog even ons best doen en we zien dan wel. Dus, allee, ik ben er wel trots en op. En wat doet u in een drinken en zo? Ja. Partydrugs. Ja. Niets. Het is gewoon, er zijn verschillende manieren van mensen gelukkig te maken. En ik herinner me nog de dag toen dat ik aankwam op dat bedrijf, hadden we een discussie met de arbeiders. En plotseling zat ik zat alleen met al die arbeiders rond mij en op een bepaald moment zat ik in feite omsingeld. En ik zeg, kom aan mensen, er is toch meer dan geld in, dan geld verdienen als we samen zijn. Als we maar op een betere manier kunnen samenwerken en samen zijn, er is toch meer, we zijn 8 uur op een dag samen, dat is langer dan met onze vrouw. Dat was met arbeiders? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dus mocht ik arbeider zijn in uw bedrijf en u bent mijn manager en u komt dat tegen mij zeggen, ik zou dat aanstootgevend vinden. Vonden zij dat niet? De manager komt hier even zeggen, er is toch meer in het leven dan geld en hij verdient 5 of 10 keer zoveel als ik. Dat is toch ongepast? Ja, maar als ik deze provocerende vraag... De reden waarom ik het vertelde, ik zou eerst moeten weten of er iemand zit van de fiscus, dan kan ik er iets verder over vertellen. Zit er iemand van de fiscus? Ik kan het altijd doorbellen. Hè. De fiscus is niet aanwezig, ga helemaal weg. Ja, toen ik eraan kwam, heb ik een aantal alternatieve manieren van verloning moeten veranderen, waardoor dan de mensen dachten dat ze minder gingen verdienen. En op een bepaald moment heb ik die zin geuit en ik werd toen bekeken alsof ik precies van een andere planeet kwam. Mm-hmm. Dus het zit in onze cultuur niet echt ingebakken van ik mag gelukkig zijn op het werk. Ja, we moeten werken en dat is het niet echt. Hè. We mogen werken. Mm-hmm. En van het moment dat je met een team zit die in zijn auto springt 's morgens en zegt van ik mag vandaag terug werken, dan zijn ze vertrokken natuurlijk. Mm-hmm. En hoe krijg je dat? Hoe krijg je mensen? Ja? Hoe krijg je als... Omdat je moet... in feite moet dat is vandaag ook al besproken geweest, je mensen heel goed kiezen. Mm-hmm. Ja. En... Dus je moet gewoon mensen kiezen die heel graag komen werken. En dan heb je gaandeweg een team van mensen die graag komen werken. Je moet mensen hebben die heel graag iets betekenen. Mm-hmm. Voor zichzelf en voor een ander en voor het resultaat. En dan moet je samen een resultaat afspreken. En de wortel mag niet te ver van de neus hangen natuurlijk. En dan moet je vragen of die mensen daar, die een wortel, is dat ver genoeg of hangt die te ver? En is die groot genoeg, die een wortel? Mm-hmm. En als je daar een consensus over hebt, dan kun je gas geven in feite. Mm-hmm. Is dat iets nieuws? Is dat iets nieuws, dat ik vertel? Nee, geïnteresseerd dat luisteren. Mevrouw Koolman, hoe zit dat? Het Wit-Gele Kruis, is dat een wat aparte organisatie in die zin? Of is die evenzeer met een bottom line en... We zijn uiteraard een fantastische organisatie. Ja, dat betwijfel ik niet. Maar is financiële participatie, is dat aan de orde? Wij zijn een VZW-organisatie, dus dat is zeker in deze groep waarschijnlijk wat atypisch. Ja, uitzonderlijk. Hè? Ja. Vandaar dat onze mogelijkheden op fiscaal vlak, op eigenaarschap, zuiver financieel gezien, dat is een heel andere context. Maar toch proberen dus we daarmee om te gaan. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar wat wij toch wel van mening zijn, is dat het resultaat dat wij neerleggen, dat is dankzij onze collega's. En dan is het toch wel zinnig om te zorgen dat er een zekere appreciatie is. Mm-hmm. En die appreciatie, dat hoeft inderdaad niet gigantisch te zijn. Ik denk dat er heel wat profielen en gelukkig maar in de wereld zijn waarvan dat appreciatie belangrijker dan hoe groot of hoe klein dat is. Een extra budget voor teambuilding. Bijvoorbeeld inderdaad een... Paintballen in de Ardennen? Paintballen in de Ardennen. Of dat kan een geschenk zijn of een feest zijn. Mensen zijn graag samen en vieren samen ook graag hun successen. Maar vorig jaar bijvoorbeeld hebben wij voor het eerst in onze geschiedenis dan onze mensen eco-checks gegeven. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk binnen een team, alle teamleden, hetzelfde bedrag toegekend. Omdat we ook van mening zijn dat... Als je hebt altijd wat
over- en onderperformers. En dat zou dan misschien wat onfair kunnen zijn. Wij zijn van mening dat in kleine teams asociaal gedrag, en dat is bijvoorbeeld gedrag dat niet leidt tot goede resultaten, dat dat heel snel de kop ingedrukt wordt door dat team zelf. Mm-hmm. Dus hoeven wij als werkgever daar niet mee bezig te zijn. Mm-hmm. Ik heb een historiek om zelf een arsenaal van criteria uit te tekenen wat de beste verloning of evaluatie zou zijn. Ja. Ik ben zo blij dat dat achter mij kan laten. Ja. Want die teams kunnen dat zelf, en dat ze niveleert zich. Frank van Massenhoven, een van die bekende goeroes van dat nieuwe werken, de baas van de FOT, sociale zaken, die zegt dat ook, dat zijn teams verdelen het werk onderling, de chef is daar niet bij, en als iemand de kantjes ervan afloopt en zo, die mensen roepen elkaar tot de orde, dat werkt heel goed. Dat klopt, ja. Ja, zelfsturende teams. Ja. Is een regering ook een zelfsturend team, meneer Peters? Zeer zeker. Zonder duidelijke leiding, zonder... Participatief. Participatief, ja. Ja. Nee, van de regering is natuurlijk een geval apart. Ja. Deze toch, hè? Ja. Deze in ieder geval, ja. Zeg, ziet u parallellen met, om het even open te trekken, van werknemers die willen participeren in bedrijf, zelfsturende teams, mensen die geen bazen meer willen, met een evolutie die zich in de democratie voltrekt. Mensen zijn niet meer tevreden met één keer om de 4-5 jaar te mogen gaan stemmen. Ze willen deliberatieve democratie, er zijn actiegroepen, ze willen referenda enzovoort enzoverder. Hangt dat samen, denkt u? Ik denk dat er zeker in de samenleving een behoefte is aan meer en sneller dan de verkiezingen mee te doen aan het beleid. En dat is ook een van de uitdagingen. U hebt de verkiezingen, het representatief, zoals we dat al jaren kennen, maar met sociale media enzovoort. En zeker referenda, maar dat is altijd een heel gevaarlijk iets, zo'n referendum organiseren. Wow. Ik heb het eens ene keer gedaan en het is tegengevallen. Dat ging toen over de Oosterweel, als u zich dat nog herinnert. Ja, tegengevallen. Maar ik heb ook een argument waarom referenden altijd tegenvallen. Omdat degenen die het negatieve zien, bereid zijn om te gaan stemmen en diegenen die positief zijn, blijven thuis. Zie Brexit ook. Brexit enzovoort. Maar ik denk dat we natuurlijk dit mee moeten nemen in het beleid, want dat zijn... Ringland enzovoorts, om even in dat dossier te blijven, zijn toch organisaties of bewegingen die politiek moeten meegenomen worden om ergens te geraken en niet in de file te staan om die beeldspraak verder door te trekken. Maar terug even, als ik even mag, want ik ben het volledig eens natuurlijk met datgene wat hier gezegd is geweest, maar ik kan het ook aantonen, er is onlangs een enquête geweest bij 47.000 mensen en de vraag is geweest, wat is zinvol werk? En het gezond verstand komt dan altijd boven. Het eerste, heel belangrijke, ik doe mijn werk graag. Zorgen dat mensen hun werk graag doen. Ten tweede, waarom doen mensen dan hun werk graag? Omdat de talenten die ze hebben en het werk dat ze uitvoeren, dat matcht. Ten derde, dat zij gerespecteerd worden in datgene wat ze doen. En tenslotte, dat de werkgever stimuleert. Dus het gezond verstand dat al eeuwen oud is, is ook hier denk ik van toepassing. Zorg dat mensen graag werken. Mm-hmm. En daar komt het op aan. En als dat het geval is, dan denk ik, kun je nadenken over financiële participatie enzovoort. Maar graag werken, 8 uur iets tegen uw goesting doen, is een foltering waar ik hoop zo weinig mogelijk mensen elke dag mee worden geconfronteerd. Hoeveel mensen zijn er zo, denk ik? Kunt u dat inschatten? Kunt u dat op een of andere manier inschatten? Hoeveel procent van de mensen werkt in feite tegen zijn goesting? Weten we dat? Die gedisconnecteerd zijn of disengaged, zoals men dat ook in de studies... Dat gaat vaak over meer dan de helft van de mensen die toch niet helemaal engaged zijn. Meer dan de helft van de mensen? Tegenovergesteld, dat is vrij veel. Nu, ik weet niet, dat is niet voor België, maar dat gaat over internationaal onderzoek. Ja. Maar dat is in feite de essentie, want we kunnen natuurlijk discussiëren over financiële participatie en nog veel debatten daarover voeren, maar de essentie van het verhaal is natuurlijk wel dat mensen zich goed in hun vel moeten voelen, dat je mensen moet empoweren, dat ze het gevoel moeten krijgen dat ze dus mee kunnen beslissen, dat ze die idee van het ownership krijgen, want ik ben eigenaar van mijn functie of van mijn rol die ik hier te vervullen heb. Mm-hmm. En of dat er dan andere vormen van eigenaarschap aan gekoppeld worden, eventueel intrapreneurship, ook heel belangrijk, denken wij, dat mensen zelf binnen het bedrijf... Leg eens uit, intrapreneurship, leg eens uit, wat... Dat
Hoe kun je dat stimuleren? Zelf... Hoe ontwikkel je dat? Ja, door die participatieve cultuur ook natuurlijk. En door mensen ook te empoweren, door ze de tools te geven. Dat ze zelf mooie initiatieven nemen. Dat ze er ook budgetten eventueel voor vrijmaken, maar ook tijd voor krijgen. Eventueel met multidisciplinaire teams enzovoort. Ja. Dat is wel een belangrijk element dat we zien. Dat ook meer en meer bedrijven proberen toe te passen om die innovatiemotor op gang te krijgen. Heb je geen idee? Ik geloof dat het Jeffrey Hanson was van een reclamebureau. Hij is creatief directeur van Famous, geloof ik, reclamebureau, vroeger van Duval Guillaume. Die zei van ja, je moet eigenlijk in je bedrijf een aantal weirdo's, elk bedrijf moet mensen aannemen, heeft hij mij ooit gezegd, die eigenlijk totaal niet in het bedrijf passen. Waarvan als je die ziet, denk van ja, die past totaal, die staat haaks op de bedrijfscultuur. Zegt, zo moet je er een paar aannemen en die moet je dan ergens... totaal vrij laten en zeggen, verzint maar iets. En die zullen dan, als je zo 2 of 3 teams hebt, en er doet zich een of andere marktverschuiving voor, die hebben dan misschien ondertussen al iets bedacht waardoor je mee bent onmiddellijk. Hij adviseerde dat voor media, hè, omdat media natuurlijk in zwaar weer zitten. En die omslag van papier naar digitaal. Maar slaat dat ergens op? Een bende weirdo's aan het werk zetten? Dat durf ik nog niet zeggen, maar... Maar het klopt wel, want ik heb mijn eigen betrapt. 1,5 jaar geleden dacht ik van verdorie, er zijn hier nogal redelijk watzelfde karakters in de staf. En dat zijn mensen die ik aangetrokken heb. En ik heb dus ook met die mensen die sollicitatiegesprekken gevoerd. En ja, wie trekt het dan aan? Mensen waar de gemene klik hebt in feite. Mm-hmm. Dus dat is, het is wel, er zit er ergens een gevaar in dat je dus allemaal mensen selecteert van hetzelfde type. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk om een goede mix van mensen te hebben die een beetje complementair zijn op elkaar en nu en dan een keer durven ruzie maken met elkaar. Mm-hmm. Dat is ook participatief. Mm-hmm. Geven vrouwen anders leiding dan mannen? Is het makkelijker, denkt u? Hè, want zoals onze keynote speaker zei, de unboss is a she en de boss is a he. Kun je dat statistisch gesproken zeggen, dat mannen eerder bazen zijn en vrouwen misschien makkelijker de unboss worden? Ik zie mensen niet zo graag in hokjes, mm-hmm. maar ik denk wel dat het een mooie evolutie is dat vrouwen hun mannelijke kant meer beginnen gebruiken en dat mannen meer hun vrouwelijke kanten ook leren benutten. Daar ben ik absoluut van overtuigd dat dat de goede is in alle dingen die we doen en ook in de bedrijfswereld. En wat is dan mannelijke kant en vrouwelijke kant? Ja, nu mag ik het uit gaan leggen. Is misschien een nogal mannelijke vraag. Misschien. Nee, maar ik denk dat we echt mekaars wederzijdse troeven absoluut moeten gebruiken. Mm-hmm. En wat meneer Colent daar aanreikt van, dat dienstbare. Ik denk dat dat toch wel een... Ja, historisch gezien een iets vrouwelijker ontwikkeld competentie is, maar dat geen competentie heet, het is een ingesteldheid, is toch een van de zaken waarvan wij zien dat ze zeer vruchtbaar zijn. Dus de manager als een dienstbaar iemand, dienstbaar aan zijn afdeling. Absoluut. En, ja. En in heel onze ondersteunende equipe, of dat vroeger nu managers waren of andere ondersteuners, zien we die op een dienstbare manier hun expertise ter beschikking stellen, vraag gestuurd, op vraag van de basis, die bereiken het meest in de organisatie, ja. Samen met iedereen. Maar het vraagt wel een heel andere type mindset. Ja. Experten bij ons, althans historisch gezien, die mochten, zoals die weirdos, zo wat allerlei dingen gaan uitdenken. Ze hadden dan het licht gezien, zeer competente mensen. En die gingen dan gaan vertellen aan heel de equipe van nu gaan we met z'n allen alles op dezelfde manier nu zo gaan doen. Dat werkt niet. Mm. De kunst is als expert iedereen zelf laten ontdekken welke nieuwe wegen er zijn. Mm. En dat maakt dat je, als je het hebt over de juiste mensen aantrekken, als je dat kan vinden bij mensen, kan je heel wat realiseren. Ja. Dienstbaarheid, meneer Peters, daarmee zijn we bij de kern van uw wereldbeeld beland, het evangelie, de christendemocratie. Ik ben nu zeer blij dat je de vorige vraag van die weirdo's niet gesteld heeft naar de regering toe, waarvoor dank. Maar uw vraag over de dienstbaarheid, ik denk dat dat heel juist is. Mm-hmm. En dat dat iets is wat ook misschien onderbelicht
is in het verleden en hopelijk wat meer ruimte krijgt. Dat voor elkaar opkomen, dat complementaire, dat voor elkaar inspringen enzovoorts. Dat collegiale, dat dat toch wel ook een zeer belangrijke waarde is om dat zinvol werk, dat goed voelen in de job, om dat waar te maken. En in de mate dat je dat als CEO kunt stimuleren, is dat denk ik ook een zeer belangrijke toegevoegde waarde. Voor elkaar opkomen, het altijd voor elkaar opnemen, zoals in de federale regering. Zeer zeker. Onophoudelijk het geval is. Mag ik iedereen, alle deelnemers aan dit debat bedanken? Meneer Jans, meneer Peters, meneer Furnier, mevrouw Kolman. Dank u wel. Dank u wel.